Het gouden kalf voor beste scenario 2022 gaat naar... Jolijn Laarman voor Do Not Hesitate. Jolijn Laarman! Ja hoor! Hoppakee! Jolijn Laarman, Do Not Hesitate. Kom erbij, Jolijn! Die is helemaal voor jou. Jolijn, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja! Speech. Oh, wauw. Hij gaat nu al. Dat kan niet. Hij gaat ja, nu de al. Klok loopt al mee. Ja, dat telt niet. Okay. Je krijgt een secondje extra. Oké. Heel erg bedankt voor dit kalf. Iedereen die gestemd heeft, heel erg bedankt. Speech. We hebben veel jonge soldaten gesproken tijdens onze research. En gaandeweg zijn we tot het verhaal van Do Not Hesitate gekomen. Wow, ik ben helemaal buiten adem. De angst voor de ander, ongelijke machtsverhouding, bedoelde of onbedoelde... dehumanisering. Uiteindelijk kan de jonge soldaat met zijn of haar geladen wapen tegenover die ander, de vreemdeling, komen te staan. En dan? De weg naar het definitieve script liep in al die jaren van enthousiast, ja, dit is het, naar het bekende neergegooide bijltje en via heel veel geschrijf weer terug naar, nee, ja, dit is het. Veel van die weg heb ik samen gelopen met Sharif Korver. We hebben nooit ruzie gehad in al die jaren. Kan zijn dat jij je enorm hebt ingehouden, maar ik heb onze samenwerking als heel fijn en bijzonder ervaren. En met een prachtig resultaat. Deze film had niet anders geregisseerd, geacteerd, gemonteerd, beeld en geluid, gedraaid en aangekleed en geproduceerd kunnen worden. Ik wil echt iedereen daar enorm voor bedanken. Iedereen op de set en achter de schermen. Jullie hebben het script vleugels gegeven. En ik wil natuurlijk ook iedereen bedanken die tijdens de ontwikkeling van het script ons bleef aanmoedigen. Marina Blok, Erik, Leontine van Lemming Film en iedereen daar, het Filmfonds. En verder iedereen bedankt die ik nu misschien ben vergeten te noemen. En over vergeten gesproken, het is me verboden door mijn liefje dit te zeggen. Maar toen ik hier 10 jaar geleden ook stond en een kalf kreeg voor een film die hij had gedraaid, heb ik hem vergeten te bedanken. Dus nu ik hier toch weer sta, eindelijk, lieve Ton, bedankt voor alles wat je altijd voor mij doet. En ik wil mijn lieve zoon Chris bedanken, gewoon voordat hij in mijn leven is. Dank jullie wel. Jolijn, gefeliciteerd! Jij mag gaan met het prachtige gouden kalf op de foto, tussen de cirkels door, en dan mag je zo meteen weer...